kijkers, mijn naam is Frans en welkom bij een nieuwe video op Frans Fitness. En in deze video wil ik een van jullie kijkersvragen gaan beantwoorden. En dat is de vraag van Paul. En hij vroeg, je hebt het over weight gainers gehad, maar je hebt ook shakes voor gewichtsverlies. Zou je hier je mening over kunnen geven en meer informatie? Het is namelijk zo dat er verschillende shakes op de markt zijn, als in proteïne shakes, die zogenaamd voor gewichtsverlies zijn of om af te vallen specifiek. Ik heb altijd dit soort dingen een beetje dubieus gevonden. Ik heb het niet zo op afslank supplementen, zoals jullie misschien ook wel uit mijn vorige video's over supplementen hebben kunnen opmaken. Maar ik dacht van, dit is een hele goede vraag. Dus ik ga even twee van deze dingen met elkaar vergelijken. Aan de ene hand kijken we naar een normale whey-proteïne, die ik zelf ook gebruik. En aan de andere hand kijken we naar een afslankproteïne. Deze zijn allebei van hetzelfde merk. En dat laat ik nog even in het midden. Dat is niet echt relevant verder. Nou, laten we dus even gaan kijken naar wat er precies in die shake zit. Aan de ene hand hebben we gewone proteïne, de gewone proteïne-shake. En voor 100 gram bestaat deze shake uit 393 calorieën. En die zijn opgebouwd uit 78 gram proteïne, 9 gram carbs en 5 gram vetten. Nou, verder zitten hier ook nog wat glutamine en andere aminozuren in. En het is toevallig een mengelmoesje van hydrolysaat, isolaat en concentraat. Dus dat is de manier van de zuivering van de proteïne. Per 100 gram kost deze shake €1,31. Nou, aan de andere hand hebben we afslank eiwit. En in dat gewichtsverlies eiwit zit per 100 gram wel wat minder calorieën, 333. Maar er zit ook fix minder proteïne in, maar 68 gram tegenover de 78 gram. Ook zit er ietsje meer carbs in, wat je eigenlijk niet zou verwachten. Maar dat is zo goed als verwaarloosbaar. Het is 9,35 gram. Maar wel zitten er wat minder vetten in, 1,38. Wat hier verder in zit, in plaats van de glutamine en aminozuren, zijn L-carnitine. L-carnitine is ook een supplement wat vaak met gewichtsverlies wordt in contact gebracht. Het zou eerder ervoor zorgen dat er eerder je vetreserves worden aangesproken bij het verbranden van calorieën. En verder zit er nog een mengelmoes van vitamines in. Dit eiwit is opgebouwd uit caseïne en concentraat. Dus eigenlijk de minst zuivere vorm van het zuivere proteïne in plaats van isolaat of hydrolysaat, dat wel in de andere zit. En caseïne is natuurlijk de langzaam verwerkende eiwit. Hier is de catch. Per 100 gram komt deze shake neer op €1,75. Nou, als je dat verschil zo naast elkaar legt, dan lijkt het niet veel. Maar het is dus wel 33% duurder dan de andere. Dus, je betaalt meer en je krijgt er minder proteïne voor terug. En wat krijg je er wel voor? Een beetje L-carnitine, waarvan je eigenlijk niet zo goed weet hoeveel er precies in zit. Mijn advies hiervoor. Ik zou de afslank eiwit rechts laten liggen. Ik zou een gewone whey proteïne kopen en ik zou het daarmee doen. Als jij je macro's trackt, dus de hoeveelheid calorieën die je binnenkrijgt met de proteïne, carbs en vetten, dan kan jij gewoon erin verwerken wat je wil. Je hebt niet per se een afslank eiwit nodig. Wil jij graag die L-carnitine wel in je dieet hebben als supplement, dan zou ik dat eerder aanraden om dat los te kopen voor de tijd dat je aan het afvallen bent. En dan de gewone whey-proteïne ernaast gebruiken. Dan heb je als het ware best of both worlds. En ik denk niet eens voor zo'n heel groot prijsverschil. Want 33% is wel vrij veel. Nou, dit was mijn mening over afslank eiwit. Ik zeg dus nee tegen afslank eiwit. Ik zou gewoon lekker gewone eiwit gaan kopen. En focus op waar je eiwit verkoopt. Namelijk het eiwit. En de rest kan je er los eventueel nog bij kopen. Ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben. Doe natuurlijk zelf eerst je eigen onderzoek. Dit was maar mijn mening. Nou, geef deze video een duimpje omhoog. Laat een reactie achter in de comments. Daar kun je ook vragen kwijt. Wil je het niet onder een video zetten, dan kan dat ook op mijn Twitter. Daar kan je mij even een mention sturen. Staat een linkje van onder in de beschrijving. En ik zie je de volgende keer weer met een nieuwe video. Later!